Sinds Hulshof Dijkhuizen heeft opgevolgd, staat hij 2 wedstrijden aan het roer. Beide competitiewedstrijden werden gewonnen. Net zoveel als Helmelspoor dit seizoen in totaal, maar de thuisploeg komt wel een voorsprong. Boerdoeks schiet van afstand raak en heeft zodoende wat te vieren, net als thuis zo te zien. Een beetje een curieus doelpunt, want de bal gaat door het midden, maar Cummings reageert helemaal niet. Ziet de bal blijkbaar te laten aankomen. In de rust voert Hulshof 2 wissels door. Heeft weinig effect in het begin, want dit is al snel Braber. Een knappe kopstoot in zijn 100ste duel als Helmonder. En hij met de 2-0 stuurt de bal keurig naar de verre hoek. Het is wel een verdiende voorsprong voor Helmond Sport dat de puikenpartij speelt. En Cambuur laat het op veel fronten afweten. Hier is de volgende kans in de maak voor Helmond. Al 6 keer op rij niet gewonnen, maar het gaat zo makkelijk. Dame sluipt simpelweg bij Kip, maar rond alleen niet af. Laat hier voortijdig de kans liggen om op 3-0 te komen. Dan dit moment. De prijs voor de domste speler vanavond gaat naar Peersman. Het fluitje heeft al geklonken. Hij heeft al geel. En als hij de bal dan wegtrapt, krijgt hij rood. En dan mag hij zijn zonde een weekje langer gaan overdenken tijdens de winterstop. Oliedom van Marvin Peersman. En zo beëindigt Cambuur de laatste wedstrijd van 2017 niet met 11, maar met 10 man. En ook niet met een 2-0 nederlaag, maar met een 3-0 nederlaag. Thomassen doet ook nog een duit in het zakje. En zo wordt het toch nog een feestelijk slot van een toch wel belabberde eerste seizoenshelft bij Helmond Sport. Na 6 keer op rij zonder overwinning winnen ze nu wel. En ook nog eens met keurige cijfers. 3-0 voor Helmond Sport tegen Cambuur.